In de 50er jaren, in 60er jaren, werkte ik bij het tijdschrift Tong Tong. En dan was het altijd een goede gewoonte om bij tante Truus en Paatje te gaan eten in de Lange Houtstraat. Dat was toen een van de beste Indische restaurants. En tante Truus had verteld dat zij eigenlijk de uitvinder is van de nasi rammers. En dat ze die eigenlijk had bedacht, ook al toen ze in Bandung was. En ik denk dat jij dat kunt onderstrepen, doordat jij in Bandung dat ook zag dat dat daar gebeurde. Nou, in 1955 dacht ik, we gaan naar Holland toe. En dan wilde ik eigenlijk gaan zwerven door Bandung en Jakarta. Want dat, ik ben in Surabaya altijd grootgebracht. En in Bandung ben ik dan met een vriendinnetje gewoon uit de passen gaan eten. En toen werd mij aangeboden nasi rammers. En ik denk dat dat ook de benaming is van tante Truus. Ja. Want zij komt uit Bandung. En zij is daar toen mee begonnen omdat ze gaarkeukens moest leiden. En dus snel moest eten serveren. En op dat stramien heeft zij hier in Nederland doorgedacht. Door er een mini rijsttafel op een bord van te maken. En zij had ook de eer om bij 15 augustus aan koningin Juliana die nasi rammers te mogen serveren. Ik haal dit aan omdat wij eerst aarzelden, omdat ik dat uit mijn herinnering wist dat ze dat verteld had, om dat zomaar in een tentoonstelling op te nemen. Maar mijn dochter Simone had een e-mailadres van haar kleinzoon en die kon het onderschrijven, doordat er ook, dat is er toen gepubliceerd, dat heeft in de krant gestaan, dat zij inderdaad de uitvinster is van de nasi rammers. Dus dat is ook toch een typisch Indische uitvinding en dat illustreert meteen ook het probleem bij het organiseren van zo'n tentoonstelling, dat je het moet kunnen onderbouwen wat je roept, of in ieder geval laat zien. Nu zijn er vele stereotypen over het Indische. We zijn gastvrij, je kunt altijd aanschuiven. En het is altijd, Indische mensen kunnen lekker koken, je kunt er altijd lekker eten, dat is allemaal wel waar. En we worden er eigenlijk altijd mee vereenzelvigd. Zelfs zo dat als er dan weer een nieuwe Tong Tong Fair, vroeger pas een Malam Bazaar aan zat te komen, dan riepen Hollanders altijd, ha, jullie zijn er weer, lekker satéetje eten. En dan dachten wij, goh, we maken zo'n heel programma met theater en alles. En waar komen ze voor? Alleen maar een satéetje eten. Nou, dat is, ja, de ergernis overviel ons dan wel. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk, dachten wij, een cultuurgoed. En over het Indische cultuurgoed bestaat erg veel misverstand. En dus eigenlijk bestaat er over die Indische rijsttafel ook erg veel misverstand. Dus wij vonden dat we daar nu toch maar dat een beetje onderbouwd moesten aanpakken. Het is een erfgoed. Het is een erfgoed dat bijna altijd wordt meegenomen door migranten. Je hebt er geen zware koffers voor nodig. Je recepten heb je in je hoofd. Het hoort bij je, het is een herinnering aan vroeger, aan je voorouders. Dus het is cultureel erfgoed. Er is nog even tante Truus in haar keuken. En uit die inzendingen, in allereerste instantie hadden wij zo'n 100 inzendingen, daar is deze lijst uit voortgekomen. Dus afhankelijk van het aantal keren dat mensen gerechten noemen die zij typisch Indisch vinden, heb ik simpelweg geturfd en daar is deze top 12 uitgekomen. Nu hebben wij die lijsten hier weer liggen en inmiddels liggen er al zo'n 600-700 van die lijsten. Dus dat wordt een respectabel aantal tot het eind van deze tongtong. En dan hopen we dus ook een goed beeld te krijgen van wat men als Indisch ziet. Tenminste, als echt Indisch tot de is nog steeds nummer 1. Dat komt misschien door al die Hollanders. Dat is waar, zat het.
weet niet, ben je? Vertel jij eens even in het algemeen, als jij bent voor mensen komt. Wat is dan eigenlijk wat met het eerste? En wat grappig is, een paar dagen geleden was het de Wereldomroep Engeland. En in Engeland dachten ze dat de saté Hollands is. Dus dat heb ik ook weer rechtgezet. En dat is allemaal gekomen vanuit Indonesië, heb ik verteld. En door ons Indische hier in Holland dus eigenlijk heb ik gemaakt schrijfstel. Dat is het verhaal. Maar ik bedoel, een heleboel mensen hebben dus toch gekookt vanuit het boek van Bert Vuijver. Steeds, hè? Ja. Goed, oké. Okay. Dan gaan jullie het volgende nummer zingen. Sepanjang Jalan Kenangan. Kennen jullie die? Nee. Klein beetje. Goed. Nou, daar gaan we. Mag ik hem starten? Wauw, wat professioneel allemaal deze, hè? Wadah bawa klein beetje harder dan, hè? Goed, daar gaan we. Kenangan aku
niet laat, hè. Gaan we volgende? Ja, ja. Even tip voor Louis. Dat is het. Berjalan-jalan bagai tahun lalu. Nou, als jullie mee willen, mag hè. Sepanjang jalan kenangan kita selalu namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Nou, laatste keer, want dan gaan we toch afsluiten. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Nou, even uithalen. Hujan yang rintik-rintik. 4 en 5 stem, heel mooi. Diawat bulan itu menampak limatnya malam syahdu. Maak een applaus voor Team 2! Applaus. Deze meegenomen met van onze vrienden van de Xenos. Zo moet ik ook een beetje een grap maken.